op met een H. Hey, hallo. Of hola, zoals mijn shirt zegt. Hoi. Ewald hier, met een kleine mededeling. Wel tijd om een treurig muziekje te starten, hoor. Komt-ie. Dit is namelijk mijn allerlaatste vlog, denk ik. Er zullen nu heel duizend naar. De 10 mensen zijn die denken van, hé, Ewald, heb jij gevlogd? Ja, ik heb 5 vlogs gemaakt. Het is al een jaar terug dat ik de laatste online heb gegooid. Dat was bij Coldplay. Ik ben het eigenlijk begonnen omdat ik toen vorig jaar naar de Alpe d'Huez ging. Ik ging dat allemaal meemaken. Het leek me leuk om dat gewoon allemaal bij te houden. Gewoon voor mezelf. Misschien voor de mensen die er ook bij waren. Om dat gewoon te delen. Dus ik dacht, ik ga beginnen met vloggen. Ja, toen kwam er nog een tweede vlog van de Alpe d'Huez, een derde vlog kwam er ook nog. Ja, en toen ging ik een beetje weg van het thema Alpe d'Huez, want ja, dat was inmiddels natuurlijk al lang en breed afgelopen. Dus toen ging ik wat dingen uit mijn eigen leven laten zien. En ja, ik weet niet of het gewoon interessant genoeg is. Ik vind het filmen vind ik wel hartstikke leuk, het monteren vooral. Want ja, je kan toch een soort speelfilm van je leven maken. En alle effecten en weet ik wat erbij. Maar ja, weet je, ik heb eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Behalve tot nu dan, want 5 weken geleden maakte ik mijn laatste uitzending in Vondel CS. In het Vondelpark voor Kicks Radio. Daar heb ik wel wat beelden van gemaakt. Die vond ik onlangs dus weer terug. Ik denk, weet je wat, ik ga ze gewoon online gooien. En dan als een kleine extra erachteraan heb ik dan ook nog wat beelden geschoten van de huidige studio van Kicks Radio. In de Peperbus natuurlijk in Hilversum. Hele toffe studio, hele toffe plek. Gewoon heel erg fijn om te werken. Dus vandaar mijn 6e vlog. Ja, ik kan maar naar 6. Zo doen we dat. Een hele korte over Vondel CS en de Peperbus. En dus misschien wel de allerlaatste. Ja, want het filmen en vooral het monteren en de leuke dingetjes, dat vind ik wel heel erg leuk. Dus misschien moet ik nog een paar spannende hobby's gaan zoeken of zo. Misschien is dat wel de oplossing. Nou ja, geniet van mijn allerlaatste vlog, voorlopig dan. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat dat even achter in de comments. Of geef even op liken drukken en zo. Nou, komt-ie. Nou, oké, plaat afgekondigd. Ik kom er dus net achter, dat dus niet volgende week, maar gewoon vandaag. As we speak, nog 10 minuten. Mijn laatste minuten in Vondel CS zijn. Want volgende week, volgende week gaan we verhuizen. Dan staat hier weinig meer. Hè. Er moet gewoon technisch heel veel omgelegd worden. Dus er kan er geen uitzending gemaakt worden. Is allemaal opgenomen. Maar, voor de mensen die het dus niet weten, we gaan verhuizen naar het Mediapark in Hilversum, de Peperbus. De Peperbus ken je heel misschien van de plek waar ook 3FM zit, waar vroeger Radio 6 zat. En dus vanaf volgende week, 2 weken eigenlijk, Kicks Radio. Maar ja, dat betekent wel dat we dus afscheid moeten gaan nemen van deze gigantisch mooie studio, of sfeervolle studio in ieder geval vooral. In het Vondelpark, in Vondel CS. En dat ga ik wel missen. Ik heb altijd gewoon mijn loopje voordat ik naar de studio kom. Ik zet mijn auto altijd neer op de parkeerplaats. Dat is hier buiten. Kan je waarschijnlijk niet zien, want het is heel zonnig. Dan zet ik hem neer en dan loop ik altijd even naar de supermarkt. Want ja, even lekker ontbijten en gewoon een beetje een loopje. Dat kan straks niet meer in Hilversum. Want het Mediapark, dat zit zo ver van alles af. En dan gewoon hier binnenkomen en moet je kijken wat we hier ook hebben. Voor de mensen die de studio kennen, die weten het al. Maar er zit hier een restaurant. We kijken uit op een restaurant. Het is nu een beetje leeg. Normaal zitten er heel veel mensen altijd. En dat maakt het wel wat gezellig. Want ja, je zit nooit alleen, dat gevoel een beetje. Ook al zit je in de kelder van het Vondel. Van Vondel CS. Maar ja, nu moet ik dus gaan nadenken over een laatste plaat. Wat moet je dan in vredesnaam draaien? Daar had ik nog een week de tijd voor. Maar ja, dat loopt iets anders dan ik had gedacht. Ja, ik ga er even heel rustig over nadenken. Ik heb daar nog 7 minuten voor, dus niets aan de hand. Ben Folds 5 en Stephen's Last Night in Paris. Ja, en nog een klein toegeefje inderdaad. Waar je dus een telefoon hoort. Ha, het is 7 minuten voor 11. En ik heb gehoord dat Elwin iets later is vandaag. Dus vandaag hebben we geen eurokanalen. Ik wil nog even 1 plaat voor je draaien. Gewoon 1 hele mooie plaat. Waarvan ik denk van ja, vind ik wel mooi voor de afsluiter als een dag als vandaag. Rolling Stones. Uitzending zit erop. Ik ga de deur achter me dicht trekken hier. Dat zal raar zijn. Ik heb echt heel veel zin in hoor om straks naar de Peperbus te gaan. Dat vind ik echt heel vet. Maar het kwam gewoon even als een verrassing. Ik had gedacht dat we volgende week ook nog hadden. Dus jeetje. Het is niet mijn laatste uitzending. Maar wel mijn laatste uitzending in Vondel CS geweest. En dan rest me niet niks anders dan nog even. Ja.
Ik vind het echt wel een momentje. Ja, tof. Wauw. Tof en raar en jammer en mooi tegelijkertijd. Nou ja. Door de deur. Ik zal nog even netjes het licht uitdoen. Hè. Ik wil niet vonden zes met een lange, hoge rekening opschepen. Ik zeg ook nog wat. Dit is hem. Laatste keer. Deur dicht. Ja, wel een momentje. Ik vind het echt een momentje. Wow. We gaan dus vanaf volgende keer naar de Peperbus in Hilversum. Ook heel erg vet. Maar ja, toch jammer. En zo sloten de spreekwoordelijke deur van Vondel CS voor mij. Op naar wat nieuws. Yes, heb ik zin in. Nou, dat was dus, ik denk alweer een weekje of vijf geleden. Toen gingen we vanuit Vondel CS. En nu dan, inderdaad. Oh ja, ik denk straks doet mijn pasje niet. Nu zijn we in de Peperbus studio. Als het goed is Elwin bezig. Ik zal even kijken. Elwin, oh, daar gaat de deur. Misschien weet hij het. Ja. 7 is het antwoord. 3 plus 4 toch? Dat was de vraag. 7 toch, ja. 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 Nou, dit is dus iemand die hele moeilijke vragen stelt aan mij altijd in de ochtend. Dat heb je ook in de nieuwe studio van Kiks. Dat hadden we in Vondel CS niet. We hadden wel een restaurant. Oh, ik ben in het restaurant geweest. Ja, en is het iets? Ja, duur vooral. Dus je kan ja, ik neem gewoon weer boterhammetjes mee. Maar goed. Wat is het nou schattiger dan aan het einde van je vlog? Misschien wel de allerlaatste dan te eindigen met een paar schattige eentjes. Nou, de groeten. Geniet van de eentjes. En dan eindig ik met een grap. Oké, ja, het was er wel meer dan eentje. Doei. En hoe zit het met al die mannetjes eentjes trouwens dan? Hè? Ik zie dat dan zo voor me dat al die mannetjes eentjes... Oh, baby is wegwezen. Dat ze dan met al die andere eenden... in een of andere mannetjes in de kroeg hangen of zo. Schijnt in woorden wel zo'n kroeg te zijn voor die ene. Maar nou goed, nou moet ik echt ophouden. Doei.